En met het kiezen van 5 bedrijven die zich het beste hebben gepresenteerd tijdens de 6 dagen, is de 6e editie van de Bouw- en Woonbeurs 2016 gisteren afgesloten. Na het toetsen op aankleding van de stand, presentatie, opzet, weergave van het thema van de beurs, creativiteit en professionaliteit van het personeel, kwam Portable Buildings als beste uit de bus. Doorslaggevend was de mini-buurt die door het bedrijf is opgezet. Op de 2e tot en met de 5e plaats eindigden ABP NV Chirinieu Architects, Galaxy EQ 3, The Loft en BEM Suriname. De winnaars komen in aanmerking voor een award die later in het jaar tijdens de evaluatie bij de exposanten zal worden uitgereikt. De voorzitter van de Stichting Welzorg Suriname, Viraj Gangaram Pandey, zegt zeer tevreden te zijn met de beurs, daar zij wederom geslaagd is in het behalen van haar doel. Er is nog steeds een grote vraag naar informatie uit de bouw- en woonwereld, zegt Gangaram Pandey. Alhoewel de verwachting was dat het aantal bezoekers zou afnemen, zegt hij dat deze hetzelfde is gebleven als het vorig jaar, namelijk 20.000 bezoekers. De volgende bouw- en woonbeurs is gepland voor de eerste week van augustus 2017.